Linda janssen verriet is voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouders. Ze komt uit Erlikom en ze heeft de Vrouw in de Media Award voor Gelderland ontvangen. Volgens 90% van de stemmers heeft janssen verriet zich in 2019 het best geprofileerd in de media. De prijs is een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Boegwald. En die werd tijdens het RN7-radioprogramma Bureau Bart uitgereikt. Fantastisch. Maar het maakt me ook een beetje sprakeloos. Want uh, ja, ik, ik doe dit zo vanuit mijn hart. En ik ben zo niet bezig met. Uh, uh, het belang van optredens in de media, dat, me, nou ja, dat, dat hoort gewoon bij, uh, bij de rol die ik heb. Ja. Uh, maar het doet me wel heel goed om zoveel waardering te krijgen. Ja. Zij heeft ja. hem gekregen omdat uh, een overgrote merendeel van, de, van de stemmers uh, vinden dat zij zich ontzettend goed kan uh, verwoorden in de media. Uh, opkomt uh, voor een uh, zaak uh, die best lastig in de media komt. Ja, de varkenshouderij uh, is uh, onderdeel van de veehouderij in Nederland. En uh, nou, als ik naar de actualiteit kijk rondom stikstof. Bijvoorbeeld gaat natuurlijk uh, heel veel over de veehouderij en ook de plaats van de veehouderij in Nederland. Nou, Dat raakt uh, de varkenshouderij ook. Ja. Dus uh, dan word ik wel veel bevraagd. Nee, ik had helemaal niet verwacht, want ik kreeg op een gegeven moment een mailtje: u bent genomineerd voor de vrouw in de media Award in Gelderland. Nou, dat, ik moest me eerst gaan in verdiepen, ja. Van wat is dat eigenlijk voor een award en wat betekent, het? wat is de bedoeling daarbij? Ja, de award is echt opgezet om vrouwen te stimuleren om zichzelf vaker te profileren in de media als expert mm -hmm. en om de uh, redacties te stimuleren om wat vaker als ze op de redactie. Hey, we zijn op zoek naar uh, dan uh, niet altijd aan dezelfde popjes te denken, maar uh, daarbuiten te gaan zoeken en wat vaker aan een vrouw te denken. Nou, hij komt bij mij thuis. Uh, ergens geef ik een mooi plekje, maar uh, ik draag hem wel uh, over aan uh, alle borinnen van Nederland. En ik hoop dat het hen ook helpt om uh, wat vaker gewoon hun verhaal te vertellen, hun bedrijven, de gezinnen, uh, de, dat ze elke dag met heel veel ziel en zaligheid, met passie voor hun dieren zorgen. Ik hoop dat het hen sterkt om uh, wat vaker te laten zien.